Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 15 Ultimate Team Coins? Check dan fastutcoins.nl in de link in de beschrijving. En gebruik de code LUCKY5 voor nog eens 5% korting op je coins. Yo mensen, het is weer vrijdag. En dat betekent een nieuwe Forever Famous. We gaan gelijk de eerste wedstrijd in. Waar niemand anders dan Douglas Costa zijn actieman er langs gaat. Hij scoort! Goeie 1-0 van de voet van Douglas Costa. Oh, het doelpunt wordt afgekeurd. De grensrechter heeft buitenspel gesignaleerd. Wat? Fucking afgekeurd. Leg mij dan maar eens uit wie dan de bal aanraakt of buitenspel zo. Ja, what the fuck. Vervolgens is dan alsnog het paasje wel weer op Douglas Costa. Nu komt hij er langs. Een balrol om de keeper uit te schakelen. En dan maakt hij 1-0. Dan doet hij ook zo die celebration. Fuck jou, grensrechter. Hier kon je niet van die vervlagen. Vervolgens krijgt hij hier dan een vrije trap op een lekker plekje. Dan loopt hij aan met een speler die ik niet eens ken. En naait hij hem wel fantastisch binnen. Niks aan te doen. 1-1 is dan de stand. Dan krijgt hij weer een vrije trap. Je denkt 1-1. Deze kan er niet in. Maar oh mijn god. What the fuck doet mijn keeper? Niet vlak daarna gaat het helemaal fout wanneer Bakka doorkomt. Ja, als er zo'n speler eenmaal door is op FIFA 15 is hij niet meer bij te halen. De korte hoek gaat hij er altijd in. En dan wordt het 3-1. Gelukkig weet ik in de blessuretijd van de eerste helft nog wel iets terug te doen met Sau. Die de bal goed ook in die korte hoek ziet. Voor de 3-2. Dan komt diezelfde Sau in de tweede helft door om de comeback compleet te maken. Maar dan krijgt hij een penalty. Ik heb Forst op vaste hoek. Je weet het. Boom. Linksboven in de kruising. Dat is mijn hoek voor een penalty. En Malos maakt hem af. Voor de 3-3. Dan moet het eerlijk gezegd worden. Zijn tweede goal uit die vrije trap was AIDS. Maar wat de fuck hier gebeurde weet ik ook niet. Op deze manier pak ik de 4-3 voorsprong. Maar dan krijg ik hier geel met rondvlaag. Zijn tweede geel. Meer dan terecht. En ja, sta ik dus nog maar met 10 man op het veld. En het wordt nog mooier. Want in de 88ste minuut. Ja, wat de fuck is dit kennelijk een overtreding. Krijg ik er zelfs geel voor. En dan moet ik met 9 man verder. Maar ja, de wedstrijd was toen al bijna afgelopen. Dus het maakte niet heel veel meer uit. Ik won de wedstrijd. En ga dan heel netjes naar 6 punten in divisie 6. Prima start. 2 wins, 1 nederlaag is, ja, zoals ik al zei, is gewoon een prima start. Vervolgens kom ik terug in het menu en zie ik dat ik 9 van mijn 9 spelers verkocht heb. Oftewel, mijn hele vorige team is verkocht. Je kunt zien voor hoeveel. De conclusie is dat ik heel veel verlies heb gemaakt. Maar dat is logisch, want op het begin was alles gewoon nog heel duur. En inmiddels is alles gedaald. Daarnaast koop ik nog een RM naar RB kaartje. Voor Jefferson van Fan. Hij geeft nog steeds niet de full cam, omdat hij op RF moet komen. Maar dat kan ik altijd nog doen. Voor nu geef alleen nog Wijnaldum en van Fan maar 8. Dus ik ga even een Nederlandse coach halen uit de Bundesliga. Dat doe ik straks even, dat vergat ik hier. En dan gaan we onze volgende wedstrijd in. Komen we tegen een goed uitziend BPL team. En de wedstrijd begon zeker wel oké. Ik was de man van de kansen. En hier is dan ook Depay die dat, ja, beloont met de 1-0. Maar dan krijgt hij hier een corner. Die bal valt goed voor. En hij won al elke keer elk kopduel. En ook hier. En dan, ja, what the fuck doet die verdediger? En dan krijgt hij in de 85e minuut weer een corner. Mirallas kopt hem op de paal. De rebound gaat er weer in. Ik heb toen serieus even gecheckt of ik niet per ongeluk de verkeerde disc in mijn PS4 had gedaan. Ik zweer het je. Ik dacht weer van, what the fuck, ik zit FIFA 14 te spelen. Ik krijg nooit corners tegen en nu opeens een wedstrijd waar mijn tegenstander geen één kans heeft. Twee random corners en ik verlies de wedstrijd met 2-1. Echt gewoon weer FIFA 14 tijden herleven. Tja, het is allemaal waar. Volgende wedstrijd. Nieuwe tegenstander. Nieuwe kans op age. Nieuwe dit, nieuwe dat. Het begint in ieder geval heel slecht. Ik krijg een penalty tegen. Die penalty gaat worden genomen door Rodriguez. Onderling duel tussen Krul en Rodriguez. Krul gaat het pakken, ik weet het zeker. Krul! Ja! Jongens, de bal was op de lat en dus niet. Nou, Krul gaat het pakken. Maar toch leuk dat jullie zo blij waren dat hij miste. Ja! Vervolgens gaat hij hier wel op 1-0 komen. Vuile fuckzooi. Gundogan met de volley. En wat doe je dan? Natuurlijk, je gaat op celebration doen in de goal. Even later komt hij ook nog door met Depay. En het is echt een probleem wat ik heb op 15. Soms kun je gewoon niet verdedigen. En dan loopt hij gewoon heel je verdediging voor. Fuck. Ja, dat was zomaar een samenvatting van hoe ik 2-0 achterkwam. Ik weet vanuit de aftrap gelukkig wel meteen tot 2-1 te komen. Via Sau. En je zult het bijna niet geloven. 85e minuut. Sau. Oh, penalty, yay. En jullie weten het, voor die penalties heb ik die vaste hoek. En dan gaat die... Nee, kut. Echt weer zo typisch mij. In de 90ste minuut krijg ik de kans de wedstrijd gelijk te trekken. Wat doe ik? Natuurlijk, boom, gewoon over. Na al dit geweld wil ik even snel iets melden. Mocht er dinsdag geen Forever Famous komen, ik heb volgende week proefwerkweek. Mocht ik het niet halen, blame me niet. Ik kan er niks aan doen. Ik geef het vast aan. Ik ga het proberen te regelen. Maar als ik het gewoon niet haal, dan haal ik het niet. En school gaat voor. Dus dan weten jullie dat. Mocht die er niet komen, sorry daarvoor. Dat gezegd te hebben, dan gaan we gewoon lekker onze volgende wedstrijd in. Goed team waar we tegenkomen. Ziet er prima uit. Maar het begint.
begint heel lekker. Voorzet van Farfan. Huntelaar niet ineens. Maar in tweede instantie krijgt hij nog een kans. En dat moet je niet geven aan een echte spits. Want die rond zulke kansen natuurlijk af. Helaas maak ik hier wel een foutje. Waardoor het heel simpel de 1-1 weggeeft. Al in de 8e minuut. En dat is niet echt lekker getimed. Maar ja, oké. Dan is hier weer een prachtig paasje van die Klaas-Jan Huntelaar op Jefferson Farfan. Keeper twijfelt. En dat is nooit goed. Om de keeper heen en scoren. En dat doe ik hier dan ook. Dan gebeurt er hier iets heel raars. Onua verliest namelijk een duel. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is echt de grootste beast verdediger die ik heb. Alleen daardoor wordt het wel 2-2. Maar hier is dan weer Jefferson Farfan met het prachtige perfecte paasje op Depay. We voelen elkaar goed aan. Jawel, jawel. Depay om de keeper heen voor de 3-2. Maar dan gaan we weer kijken naar de corner eats. De bal wordt kort genomen. Huntelaar geeft weer voor. Die vindt ver. En ver kopt de 4-2 binnen. Dan hebben we weer een korte corner. Dit keer voorzet van Jefferson Farfan. Huntelaar komt er niet bij. Maar daar is dan wel Jorginho Wijnaldum voor de rebound. En dan kunnen we weer even gaan kijken naar een spektakelstukje van Memphis Depay. Prachtige bewegingen. Prachtige actie. Goal! Hey, what the fuck? FIFA, wat doe je ons aan? Ik heb geen idee hoe ik dit serieus moet overbrengen. Ik weet nog dat ik deze pot speelde en ik lach er nu nog steeds om. De wedstrijd wordt uiteindelijk geëindigd in een 6-3 stand. Ik hoop dat jullie weer van deze aflevering hebben genoten. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te geven. Bedankt voor het kijken. En later, mensen.